De meeste mensen weten het eigenlijk niet of zijn het misschien wel een klein beetje vergeten. Maar de wintermaanden zijn eigenlijk de mooiste tuinmaanden. Oké, het is koud, het is een beetje vochtig. Maar voor de planten is het de perfecte tijd om aan de slag te gaan. En waarom? Omdat die sapstroom gewoon op nul staat. Die plant is in rust. Grote voordeel is dat je dan kunt gaan werken met wortelgoed, zoals je dat noemt. Oftewel planten met kale wortel. Nou, wat zijn daar de voordelen van? Het weegt niks, dus transport is heel erg makkelijk. Je neemt er zo, hoppakee, een stuk of 40 mee op je rug. En het is super goedkoop. Minimaal de helft goedkoper, tot soms wel 4 keer goedkoper. En waarom is dat? Het wordt natuurlijk in de volle grond gekweekt met duizenden tegelijk. Er zit geen potje omheen, er zit geen potgrond omheen, er zijn geen voedingsstoffen aan toegevoegd. Oftewel, allemaal handelingen die niet nodig zijn bij wortelgoed. Nou, daar zijn wel 100 soorten van verkrijgbaar. Daar hebben we weer een nieuw filmpje over. Wat is het nadeel van wortelgoed? Nou ja, dat is er eigenlijk maar één. En dat is dat hij in het eerste jaar na aanplant ietsje meer moeite heeft om aan te slaan. Te kallen, zoals je dat noemt in vakjargon. Ook daar hebben we natuurlijk weer een filmpje over. Maar als je hem goed plant, zal je zien dat je bijna geen uitval hebt. En wanneer gebruik je nou wortelgoed? Als je grote hagen wilt aanplanten of bosplantsoen wil aanplanten of bijvoorbeeld een fruitgaat. Want ook fruitbomen heb je als wortelgoed.